weten dat sarcoïdose zich in heel veel verschillende organen kan manifesteren. En dat mensen ook heel verschillende klachten kunnen ervaren. Kunt u wat meer vertellen over wat voor soort klachten u had toen de sarcoïdose bij u opkwam of toen u last ging krijgen? En met name ook wat voor impact dat heeft op uw leven, hoe dat uw leven beïnvloedt? Eind 2014 ben ik natuurlijk gediagnosticeerd met sarcoïdose. Ik heb daarvoor werden mijn klachten steeds erger. Heel veel pijn, benauwd, hoesten. Echt heel heftig, dat ik op het laatst gewoon niet meer, helemaal niet meer functioneerde. Ik ben in een stroversnelling gekomen omdat ik allerlei bulten, gezwellen had. En toen is het gediagnosticeerd. Vanaf dat moment ben ik ook bij de sarcoïdose-specialist gekomen. Ben ik onder behandeling met onder andere prednison, plaquenil en methotrexaat. Dat maakt in ieder geval dat het een stuk beter is. Hallo, mijn naam is Mirjam Kool en ik doe aan het Erasmus MC onderzoek naar de ziekte sarcoïdose. Sarcoïdose zijn ophopingen van ontstekingscellen. En wat karakteristiek is aan die ophopingen is dat er een rand is waar witte bloedcellen zich ophopen. In voorgaand onderzoek hebben wij gevonden dat in die witte bloedcellen mogelijk een voorspellende cel zit, welke kan zeggen of een patiënt chronisch ziek wordt of dat een patiënt weer beter zal worden. Sarcoïdose komt ongeveer bij 3000 patiënten in Nederland voor. En 9 van de 10 patiënten hebben ook last van sarcoïdose in hun longen. Een derde van deze patiënten zal chronisch ziek worden en 2/3 zal spontaan of met behandeling weer beter worden. Maar wat nou eigenlijk aan de oorsprong staat dat mensen chronisch ziek worden of dat ze uiteindelijk weer beter worden, dat weten we eigenlijk nog niet. Met de Dirkje Postma beurs kunnen wij in detail gaan onderzoeken welke cellen nu voorspellend kunnen zijn voor chronisch ziekteverloop of dat patiënten weer in remissie gaan. En hopelijk vinden we daar ook mee nieuwe targets om patiënten die chronisch ziek zullen worden te kunnen behandelen. Daarnaast hopen we ook te vinden dat patiënten die nu beter worden mogelijk geen therapie nodig hebben, want de huidige therapie is prednison en dat heeft vele bijwerkingen. Daarnaast denk ik dat de vindingen die wij met deze beurs zullen vinden ook van toepassing zal zijn voor andere chronische ontstekingsziekten, waaronder bijvoorbeeld chronisch astma, maar ook reumatoïde artritis of multiple sclerosis, omdat die cellen daar ook aangetroffen worden.